Ik ben Bert de Wolf. Ik ben namens het waterschap de technisch manager. En dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor het ontwerpen van de dijkversterking. We staan hier op de Lauwersmeerdijk bij het Vierhuizengat. En deze dijk gaan we versterken. Deze dijk waar we staan, die is 50 jaar oud, al 52 jaar oud. En die is aan vervanging toe. Deels omdat de materialen te oud zijn. Maar deels ook omdat de normen strenger zijn geworden waar de dijk aan moet voldoen. En in verband met de zeespiegelstijging. De dijk wordt eigenlijk vanaf de teen van de dijk helemaal tot aan de kruin. En daarachter wordt helemaal opnieuw opgebouwd. De dijk moet hoger. En alle bekledingen die hier ligt, die moeten worden vervangen. Dat houdt in dat de stenen die je daar ziet liggen, daar moet een extra stortsteen bij. Je ziet hier allemaal zetsteen liggen, dat noemen ze koperslokblokken. Die moeten we gaan vervangen, die zijn te licht. Al het asfalt wat hier ligt, moet worden vervangen. En de kruin moet dus hoger gemaakt worden. Zoals jullie ook zien, zijn het echt enorme hoeveelheden. En dit is wel 7 kilometer wat we moeten vervangen. En we willen al die materialen die vrijkomen, we willen in principe allemaal 100% gaan hergebruiken. De koperslokblokken die hier liggen, die willen we deels in de nieuwe onderhoudsweg willen we gaan hergebruiken. Het asfalt wat hier ligt, willen we voor 95% gaan recyclen. En de klei die op de dijk ligt, die willen we ook allemaal weer opnieuw in de dijk gaan aanbrengen. Mijn wens is om alle plannen die we nu bedenken, dat we die ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En dat houdt in dat we de meest duurzame dijk van Nederland gaan maken. We willen de overgang naar het wat gaan versterken, zodat er meer biodiversiteit komt. Alle materialen hergebruiken en tenslotte ook bij de uitvoering zo weinig mogelijk uitstoot creëren.